Ja, welkom dames en heren bij de eerste. Een tijdje geleden heeft wat een fiets gehad. Nu fietst Nancy van mij en achter u zit hier de brug van Schijndel. Daar zagen wij Nancy een tijdje geleden. Ja. Op een vlot, toch ja. Nancy? Ja, dat en, was daar. Waar ben je van omdat je op dat vlot, dat is onderdeel van de actie, maar niet... Nou, wij zijn de rondvaartboot aan het opknappen en ik ben de kartrekker van het project. Ja, de waterengel. Ja, rondvaartboot de waterengel. Ja. En toen, begin juni, wilden het niet zo vlotten. Dus toen hebben we een actie gehouden en toen ben ik met een vlot hier over het kanaal gaan varen. Ja, ik weet het nog. Toen was het wel iets makkelijker, denk ik, want toen was je daar en nu ben je hier. Ja, nou moet ik moeite doen. Toen zat ik stil en nu moet ik fietsen. Die moeite, daar wil ik het dan toch nog even over hebben, want ik heb jou gevolgd. Facebook, hè? Je was niet te missen, zullen we maar zeggen. En als je dan kijkt, dan zag je toch met geen moeite. Ik wil toch niet zeggen dat je geen avonturen beleefd hebt en dat je het niet zwaar hebt gehad. Het heeft best wel wat moeite gekost op dat vlot. Nou, jij bent er zelfs getuige van geweest. Dat wij gewoon, we gingen dwars het kanaal over. Ja, jullie raakten op een gegeven moment nog in een bocht. Ik zou daar proberen om aan boord te komen. En ja, dat is gelukt hoor. Dat is gelukt. Ik heb zelfs een stukje mee geroeid. Omdat ik met mijn grote mond zei van nou, zo'n vlot. Waarom hè, motortje, nou. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb wel vaker een grote mond, maar in deze had je toch echt wel gelijk. Nou, ik moet zeggen, we hebben de tocht overleefd dankzij de brug- en sluiswachters van Meijerij. Ja? Die hebben ons echt... Ja. Waren die bruggen en die sluizen zo zwaar? Nee, het weer was zo barrig. Ja. En wij gingen echt alle kanten op, behalve waar we naartoe wilden. Ja, misschien is het wel even leuk om even te gaan kijken naar beelden van hoe het daar ging. Hoe was het nou om zo'n schip te passeren? Want wij zagen het net gebeuren. Ja, dan golft het hard en dan wordt het hier nat. Ja, werd het ook echt heel nat? We hebben al een heel zompig kleed. Dus blote voeten lopen is er niet meer bij. Blote voeten niet meer. Nou, het is nog een heel klein stukje. Heel veel succes en bij de haven stap ik in om even het laatste stukje mee te helpen. Maar zijn je nou, dan sta je klaar met een glas rosé. Zijn je daar nou? Nee, help ik het laatste stukje even mee. Maar als jij wil, krijg je van mij een glas rosé. Maar doe maar warme chocomel in deze tijd. Nou, komt goed. Tot zo! Tot zo! En op dat moment... Eigenlijk, hier moeten wij... Hier... Even wachten. Frank, deze stijg hier onder de brug is natuurlijk perfect. Kunnen we hem niet met de hand omtrekken? Maar dan hoop ik toch dat dit kleine stukje net even een beetje helpt natuurlijk. Heel erg veel... Complimenten, heel veel begrip voor het mooie project, veel geld opgehaald, bijzondere dingen. In Veghel kwamen ze stelt lopen van René Hildesheim. Ja. Een circusworkshop in Veghel. Ja, circusworkshop. Ook in Veghel, maar die kwam naar de rand in Nuenen geld brengen. Een meisje wat geld ingezameld heeft om flessen op te halen. Oh, wat lief. Zoveel. Ik kan dat niet eens opnoemen. Nou. En misschien heeft nog niet iedereen het gehoord, maar wat was het totaalbedrag dat er is opgehaald? Nou, op het moment dat we helemaal klaar waren met de actie, want na het vlot ging het nog een paar weken door, hadden we ruim 18.000 euro. Maar op dit moment denk ik dat we rond de 30 zitten. En is dat genoeg? Ja. Ja? Ja. Oh, dat wist ik ook niet eens. Dus geld is nu klaar, is geen probleem meer. Wilde even niet vlotten, maar we zijn er voor nu zijn we er even. Voor wat we wilden behalen, dat hebben we behaald. Maar door de corona heeft het project vertraging opgelopen. Ja. Dus alles duurt wel langer. Ja, want dan komen we meteen bij het volgende probleem. Ja. Want jullie zitten nu in? In Sint-Mies-Gestel bij Karel van der Loo. Gratis, in een prachtige hal. Hartstikke lief, hij helpt ook graag. Hij is heel begaan met het project. Alleen in september komen de carnavalsclubs. En dan moeten wij eruit. En die gaan nu wel door? Ja, dat weten we nog niet. Dus het is eigenlijk nog heel spannend. Heel spannend. En nu, wordt er nu gewerkt aan de boot of moet ik het zien? Weinig, want we wachten nu op materialen. Oké. Okay. Die duren langer. Ook natuurlijk weer met corona om ze hier te krijgen. Het is allemaal. Dan gaan we meteen, ik doe het even op dit moment nog met iedereen. Het lijkt wel een beetje een vast rubriekje te worden. Even een klein stukje persoonlijk. Hoe is het nu? Hè? Het is toch corona? Ja, nou, maar mij is het eigenlijk altijd goed. Ik ken jou niet anders als de vrolijke Nancy, maar... Dat is, maar ik heb van de week gestuurd toen het zo heet was.
Dat ik zei, nou, goh, al 5 maanden geen inkomen. Wat doe je voor de kost? Want misschien dat mensen dat niet eens weten. Wij zitten in de entertainmentbranche. En dat ligt op zijn gat. Dus bij jullie kleurde ook alles rood? Ja. En ja, ik zeg, ondanks corona en geen inkomen zitten we er de laatste paar weken toch warmpjes bij. Ja, maar dat komt door de hittegolf. Maar ja, die hittegolf van de afgelopen keer. Ja. Dat is de afgelopen keer de hittegolf. Ja. En 5 maanden geen inkomen, dat moet toch iets met je doen? Wij zijn zo ontzettend dolblij dat we intussen die waterengel hebben om aan te werken. Ja, daar verdienen we niks mee, maar we hebben iets te doen. Ja. Anders worden we gek. Nou volg ik jou en nou heeft iedereen natuurlijk hobby's. En dat ging van de week ook niet helemaal lekker. Het water lijkt je wel niet helemaal. Nee, breek me de bek niet open. Wij gingen naar Friesland om een motor te kopen voor ons eigen kleine privébootje. Want wij houden van varen, zo is het ooit begonnen. En toen ging de auto stuk. Is de wens daar ook vandaan gekomen voor de waterengel? Absoluut, ja. De wens is ontstaan doordat we een grotere boot zochten, want dat kleine bootje vonden we te klein. Maar daar wou je dan ook wel iets mee doen? Ja, dat was eigenlijk de bedoeling privé, maar dat is uit de hand gelopen. Nu is het een project, los van ons, waar we hart en ziel in hebben zitten, maar ja, privé varen we nog steeds met een klein bootje. Ja. Dus, maar goed, toen ging de motor van de auto kapot. Dus nou, niet gevaren. Zo'n wegenwachtbedrijf erbij. Ja. Konden die iets? Nee. Oh, joi. Dus met spoed een hotel zoeken daar. En dan de volgende dag om 12 uur konden we pas weer de auto ophalen. Maar die waren natuurlijk maar wel blij, want die hebben ook niet veel mensen in het hotel op dit moment. We hebben 9 dingen gebeld. Het was allemaal vol. Dus... Oké, maar je hoort ook andere geluiden, hè? Nou ja, iedereen is in Nederland op vakantie. Ja, iedereen is in Nederland op vakantie, ja. Maar wel leuk is, wij lagen met dat hotel vlakbij de locatie waar het zusje van de waterengel ligt. Oh, wat leuk. Ben je er even geweest? Ja. En? Dus nu hebben we eigenlijk onze boot in het water gezien als hij af is. Oh, en? Dat is super gaaf. Heb je foto's gemaakt? Ja. Ik wil het straks zien. Nou, dat is goed. We zullen er straks wel even... We zullen vast wel een foto krijgen van Nancy. Plakken we die er even in. Heeft u hem ook gezien? Ja, zo Nancy, moet het ongeveer worden. De brug van de A50. Ah. Weet je dan nog wat wij hier deden? Ja, ben ik met de bek niet open. Hier stonden jullie, hè, met de belofte. Ja, wij stonden hier op de pijler. Hals toer uit moeten halen om op die pijler te komen. Toen beloofde jij een fles wijn. Ja. En die heb je ook gebracht. Die heb ik ook gebracht. Ja, en die heeft goed gesmaakt. Ja? Ja, was die lekker? Ja, die was lekker. Kijk. Ja, en hier hadden we ook dat probleem met dat schip. Wat in één keer volle vaart voorbij voerde, toch? Of was dat een stukje terug? Nee, dat was nog voor de sluis van Schijnel. Oh, dat was nog voor de sluis van Schijnel. Hier werden wij gevangen door de wind. Dat was het. Hier gebeurde er ook iets. Toen we daar de bocht om wilden. Ja. Dat ging hier al fout. Dat betekent wel dat we alweer op de helft zijn. Oh, pas op de helft. Ja. Je ging met mij mee fietsen, hè? Ik had je uitgenodigd. Ja, ik zei, we zetten die fiets op een boot. Ja. Waar is die dan? Ja, dat mocht niet. Oh. Nee. Maar dit is veel beter voor mij. Een keer beweging. Ja, dat is lekker toch? Even fietsen. Nou, had ik net nog wel zoiets van het weer. Maar even terug. Want waarvoor jij dus eigenlijk mee fietst, je hebt een ruimte nodig. Ja. Nou ja, zeer waarschijnlijk. Als carnaval doorgaat in Sint-Nieuws-Gestel. Ja. Moeten wij uit de hal, ja, omdat dan de carnavalswagens erin moeten. En dan hebben wij een probleem, want door alle vertragingen zijn wij niet klaar in september. De boot komt niet in september. Want wanneer komt die boot dan? We hebben nu ons nieuwe deadline kerst. Volgend jaar december? Nee, dit jaar. Oh, dit jaar nog. En de verhuiskosten van een boot, dat is niet goedkoop. Nee? En dan hebben we nog geen hal. Dus we zoeken is zo'n boot verhuizen? Is dat iets ingewikkeld? Ja, er moet een grote kraan komen, banden erom, die moet hem tillen op een platte kar. En daarna moeten we op de nieuwe locatie weer iets hebben om hem op te leggen. Ik hoor eigenlijk dat jij sponsors zoekt. Ja, ook dat. Nee, ja, maar ik bedoel om dit... Hè, je zoekt meerdere dingen. Ja, je zoekt iemand die een boot kan verplaatsen. Ja, maar dat weten we, dat is in Veghel. Ik weet even zijn naam niet meer, maar moet ik even noemen. Ja, volgens mij is het een heel groot bedrijf in het geel dat ons, ons ooit op hoogte heeft gezet. Ja. En ik weet niet of we het kunnen zien, maar we komen er dadelijk langs. Dat is de Gaffert. Ja, de Gaffert. Ja. Ja, die hebben ons, en dat is misschien ook nog wel even leuk om te vertellen. We hebben hier de haven natuurlijk, die ken jij. Ja. Wie komt daar ieder jaar binnen? Sint-Nicolaas. Nou,
En wij, dan maken ze er heel speciaal spektakel van. Die Pieten, die hebben altijd wel een probleem. Ja. Want dat gaat nooit in één keer nee, goed. Hè? Zouden ze willen, maar ja, tot op heden nog nooit gelukt. En de gaffer die komt dan altijd helpen met een hele grote kraan om dat heel mooi in beeld te brengen voor Sinterklaas. Ja. Afgelopen jaar zijn mijn cameraman, Stan en ik, omhoog geweest toen, ja Stan zit daar, toen wij, toen Sinterklaas de hoofdstraat introk, toen zijn wij omhoog gegaan om een hoogtebeeld te maken. Nou, u moet het een keer terugkijken. Daar heb je ook drones voor, hè, tegenwoordig? Maar daar zitten hier in Veghel haken en ogen aan. Want we hebben en Eindhoven Airport, die hier nog wel eens overheen komt. En vliegbasis Volkel. Okay. Dus hier is alles boven de 5 meter verboden zonder licentie. Okay. Dus dan moet je eigenlijk een helikopterpiloot zijn. We gaan zo meteen links. Ja, wij gaan zo meteen links. Ja, dat klopt. Ja. Maar die boot... Maar ik moet zeggen, de gaffert... Kijk, die, daar staan de kranen. Ja, nou precies. Maar ze matsen ons wel ontzettend, hoor. Ja? Ja. En een andere hal. We hebben gewoon eigenlijk een gratis hal nodig weer. En die kans is gewoon heel klein. Want het is een hal van 18 bij 7. Ben je er ooit langsgekomen langs de gaffert? Want dan slaan we hier even af. Dan rijden we er even langs. Ik kan het even noemen. Misschien hebben ze nog wel een hal ook. Ja. Ik denk met de spullen die hun hebben, dat die hal aardig vol staat. Maar het moet toch lukken dat als er van nou iemand zit te kijken... Ja, helaas, ze heeft niks aan een garagebox. Nee. Ze zou het heel graag ja opgezegd hebben, maar dat ging hem niet worden. De boot is... Hoe groot moet de hal zijn? Laten we het daar eens over hebben. De boot is 13, laten we zeggen 14 bij 3. Ja. Dus we hebben minimaal 18 bij 5 nodig. Maar de hoogte is met name belangrijk. Ja, want 18 bij 5, dat is nog... Dat is nog te doen. Hè, er zijn wel meer loodsen. Ja. Alleen de roldeur moet... ruim 4 meter hoog zijn. Nou ja, dat is best flink. Ja. Hier, dit is hem. Dit is Gaffert Veghel. Ik hoop eigenlijk dat ik ze pas weer met kerst zie als ze de boot ophalen voor de waterlating. Dat gaan hun doen. Dat gaan hun weer doen. Nou, dan gaan wij, want die waterlating, waar gaat die gebeuren? Dat weten wij nog niet. Maar wel in mijn Meijerijstad, toch? Ja, daar gaan we wel vanuit. Nou ja, en anders dan gaan wij gewoon zorgen. Ik moet altijd opletten met toezeggingen, maar wij gaan dat nu doen. Wij gaan daarbij zijn. Ja, beloof je? Ja. Hey, in Tilburg was je ook. Ja, klopt. En mijn Meijerijstad hart rekent op jullie. Yes, wij gaan daarheen. En zo ben ik richting jou toegekomen met de spommel. Nancy, het stukje waar je tegenop ziet. De brug over het water. Ik zet hem op de kleinste versnelling. Ja. Ik fiets gewoon rustig met je mee. Dus wel een kleine versnelling. Weet je, want je vorige keer ben je onder de brug doorgegaan. Ja. Nu gaan we erop, kunnen we even genieten van het uitzicht. Het ziet er wel heel anders uit. Maar dat is het leuke van het varen. Ja. Bergop fietsen en praten is niet leuk. Nee, klopt. Maar het uitzicht is echt wel heel mooi. De wereld is zo anders vanaf het water. Ja, dat weet ik. Wij gaan er weer door, Nancy. Ja, het was toch wel echt leuk. Ja. En fijn, even pauze. Ja. Zal ik weer aan de Ja, want anders dan hebben we dadelijk weer... Praten we naar de verkeerde kant van de camera. Ja, dan heeft onze geluidsman dadelijk, die wordt dan weer zenuwachtig. Een grotere versnelling, we gaan bergaf. Ja, we gaan bergafwaarts. Dit fiets toch ook fijn, hè? Heel fijn. Even opletten, scherpe bocht. Oh. Ik ben helemaal niet zo'n held. Fiets. Daarom fiets ik niet graag. Ik kon pas fietsen toen ik 7 was. Oh. Nee, ik kon het al wel iets eerder. Ik ben een lomp geboren, zeg maar. Die kan. Jij bent, op het water geboren? Nee. Oké. Misschien dat mensen het niet weten, maar waar kom je eigenlijk vandaan? Want laat jou nou dingen van Veghel zien dat mensen denken, maar hoezo kent Nancy de gaffert niet in... Waar die zit, want ja, de meeste Meijerijstel die zullen het allemaal wel kennen. Nou ja, ik ben geboren en getogen Schijndelsen. Ja, in Meijerijstad. Ja, midden in het centrum van Schijndel. En toen ben ik verhuisd naar Sint-Michielsgestel. Ja. Daar heeft het huwelijk mij gebracht. En daarna ben ik eigenlijk min of meer noodgedwongen met mijn nieuwe partner in Sonnenbreugel terechtgekomen.
Eigenlijk vond hij het bij ons in de buurt gezelliger. Maar ja, kom je terug? Maar die kans is nog best aanwezig. Ja. Nou, even terug naar die waterengel, hè? Want die, ja. Ik heb het gevoel, die komt er gewoon. Wat er ook Absoluut. Nog gebeurt, ja. Hè? Hoe lang het misschien dat het nog iets langer duurt voordat we ermee mee kunnen. Maar hij komt er. Hoe gaat dat er dan uitzien? De boot eruit zien? Nee, of ja, de formule? Ik bedoel de formule. Wie gaat er mee? Ja. De boot wordt gemaakt voor mensen met een beperking. Zodat zij met hun rolstoel gewoon erin kunnen. Licht naar beneden. En vrij rond kunnen rijden over een kleinschalige boot. Oké. Okay. Dus er mag dadelijk 12 man mee. De grootste, zwaarste rolstoelen kunnen mee. En dat schijnt dus helemaal op bijna geen enkele boot te kunnen. Nou ja, zo hebben we dan de mensen van Dans en Chance. Die gaan toevallig binnenkort ook nog mee op de fiets, dames en heren. John, die gaat mee voor het Kanya Festival en voor Dans en Chance. Ja. Dat zijn ook allemaal mensen met een beperking. Ja, absoluut. Die mogen mee. Want ja, die hebben niet altijd allemaal evenveel centjes. Hoe zit dat dan? Het doel is op dit moment nog steeds, en op dit moment is het nog steeds haalbaar, om het allemaal gratis te gaan doen voor die groep. En hoe zit dat dan? Want gratis voor die groep, dat betekent het kost wel geld. Wie gaan dat doen? We hebben sponsoren genoeg. Ja. En daar zitten ook sponsoren die niet de boot helpen, maar dadelijk de tochten. En hoe moet ik dat zien? Ik heb een bedrijf en ik wil met jullie mee. Nou, je kunt als je met een bedrijf wilt gaan varen en dus eigenlijk een commercieel uitje, dan mogen wij niet. Wij zijn een culturele ambi, wij mogen geen winst maken. Ja. Dat geld wat we dan verdienen gaat terug in de boot voor onderhoud, maar ook om die andere tochten gratis te kunnen blijven aanbieden. Kijk, dat is toch een kei mooie formule, een beetje de oude kopje koffie. Het uitgestelde kopje koffie principe, ja. Ja, we zijn inmiddels op de Noordkade. Ja. Dat betekent maar één ding, dat we echt al aan het eind komen. Ik ruik de wijn al, hè? Ja, ik ook. Volgens mij staat die ook al gewoon klaar. Maar we komen eerst nog, dan moet toch ook wel iets in jouw hart gedaan hebben, toch? Ja, plekje. Want, hier lagen we. Ja, ik weet niet of het te verstaan is nou met de herrie van de kwad hier onder de kap, maar dit was het plekje, hè? Het ziet er heel raar uit nu. Het is kaal. Ja, heel kaal. Ja, en heel klein. Ja, misschien ook nog wel leuk om te vertellen is dat jullie de aanlegstijger gemaakt hadden. Ja, die wilde niet meer bewegen. Ja. Lang leven de WD-40 of weet het spul? Ja, WD-40. Ja, joh, dat doet wonderen. Ja. We gaan naar de plek toe waar die, als die dadelijk klaar is, komt te liggen. Want ik hoorde jou net even achter de camera zeggen, jullie krijgen nog een eigen stijger. Ja, de gemeente Veghel is heel enthousiast op Meijerijstad. En willen voor ons een eigen toegang creëren naar een lang stuk stijger. Daar kunnen we daar wel even naartoe. En voorlopig, zolang wij niet varen, gaan ze natuurlijk die stijger ook niet bouwen. Nee. Hè? Stel dat we er nooit zouden komen of zoiets. Ja, maar die illusie heb ik niet meer. Want met jouw enthousiasme... Wij ook niet. Die komt er gewoon. Ja. Maar dan liggen we voorlopig aan de overkant. Ja. En dan liggen we dan tot de gemeente gezien heeft, oh ja, het gaat echt gebeuren. En dan krijgen we een eigen toegang. Een rolstoelvriendelijke toegang. En die moeten dan wel allemaal over het gewone hout heen? Of komt die echt vanaf de kade een eigen... Voorlopig moeten we dan door de ingang van de haven. Ja. En dan kan ik wel eens even laten zien. Dadelijk als we er zijn. Er ligt nu namelijk een boot op de plek waar straks de waterengel komt. Ja, die hele grote witte. Die hele grote witte. En als bij de stijger klaar is, dan liggen we hier meteen vooraan waar deze... Waar nou deze zullen we hem dan aan deze kant afsluiten? Ja, vind ik wel zo leuk, want dit hopen wij dat het gaat worden. Ja, dus hier waar de boot nu ligt, waar de 02-30-112, spreek het zo goed uit? Ja, ik denk het. Huh? Meestal hebben boten toch een naam? Ja, ik zit ook te kijken. Jantje. Oh, Jantje. Kijk, maar die andere heet Andante. Andante. Maar, hier moet het dus gaan gebeuren. Hier moet het gaan gebeuren. Daar tussen de bomen komt een apart stuk stijger met een eigen toegangspoort. Mooie parkeerplaatsen erbij. Eén parkeerplaats wordt dan opgeofferd dat de rolstoelen er veilig tussendoor kunnen. Zolang dat er nog niet is, de tekeningen liggen daar. Wij moeten eerst bewijzen dat we ook echt komen en dat het allemaal gaat gebeuren. Liggen we daar waar de Andante nu ligt. Dat is eigenlijk ook een heel mooi plekje, toch? Heel mooi. Alleen moeten dan de mensen daar naar binnen, stijger af, heel de stijger over. En in de toekomst... Misschien ook nog wel een beetje gevaarlijk.
Dat denk ik ja, want vroeger was dit een steiger met een afrijbeveiliging en nu kun je gewoon zo het water in. Nancy, heel erg bedankt dat jij met ons mee wou fietsen. Ja. De volgende die met ons meegaat op de fiets, dat is John van Dans en Chance. Daar heb ik ook heel veel zin in. Ja. Echt heel veel bedankt. En als je een loods weet, nou, dan contacteer je. Waar moeten ze zijn? www.dewaterengel.nl. En tot vlug, want zo gauw die er is. Jullie zijn bij de waterlating, hè? Ja. Dat is beloofd. Ja, dat doen we. En jij bent niet zo van het fietsen. Maar ik wil eigenlijk dat je toch nog wel één keer mee op de fiets gaat. Dan fietsen we gewoon een klein stukje bijvoorbeeld vanaf de markt naar de Waterengel. En dan gaan we daar een klein stukje varen om te zien hoe het eruit ziet. Dan. Kunnen we dat afspreken? Ja, dat is goed. Doen we toch een heel klein stukje fiets, want dan kan het toch in dit programma. Ja? Ja, is goed. Gaan we nou wat drinken. Mensen, dankjewel voor het kijken. Vond u dit nou een hele leuke video? Een blauw duimpje zou leuk zijn. We gaan er een aantal maken. En vindt u het nou leuk of heeft u iets te vertellen om mee te gaan op de fiets? Ja, dan horen wij het graag. Laat het ons weten en u mag maar mij mee op de fiets.